Je bent echt van alle markten thuis, hè? Blijkt vandaag weer. Ook dit gaat je moeiteloos af. Ja, maar het was niet zo moeilijk hoor. Het was een knop indrukken, maar wel natuurlijk wel mooi te zien dat zo'n grote paal de grond in gaat en dat het de fundering is voor het nieuwe complex. Is het geen woordgrap een mijlpaal voor Feyenoord? Nou, ik denk dat het wel een mijlpaal is in de zin van dat we nu echt een eigen complex krijgen. En dat, ik weet nog vanuit mijn tijd toen ik hier kwam in 2007 dat er al over gesproken werd. En uiteindelijk 10 jaar later sla je de eerste paal. En ik ben wel blij dat het er komt. Ik denk dat het een hoop rust geeft voor het team. En het is van alle gemakken en luxe voorzien. We weten natuurlijk nog niet of jij dan hier nog de trainer bent als dat complex in gebruik wordt genomen. Maar in hoeverre zou het jouw werk makkelijker maken? Waarin zou het jou nou helpen, dit complex? Het is allemaal dicht bij elkaar. En als je ziet hoe het nu is, ook de omstandigheden dat we met busjes naar het trainingscomplex moeten. En dat we eigenlijk in het stadion zitten, waar ook de rest van de organisatie zit en ook het stadion zelf. Maar ik denk dat we hier echt een eigen plek hebben waar alleen de spelers en de staf en de mensen eromheen zitten. En dat geeft al rust. Twee velden wat naast de kleedkamer ligt. Dus in dat opzicht kunnen we hier in alle rust werken. Jullie hebben ook gekeken naar grote clubs in het buitenland, hoe zij het aanpakken. Dat is ook waar Feyenoord zich aan wil spiegelen. Ja, ik denk dat het goed is. En natuurlijk de grote clubs in Europa, die hebben dat allemaal veel eerder ingezet. Ook door financiën. En, dus je ziet in wat voor complex ik bij Arsenal speelde 16 jaar geleden. Ja, dat zijn natuurlijk complexen die al jaren staan. En ik ben blij dat Feyenoord nu ook deze stap genomen heeft. Dan is er nog meer nieuws natuurlijk in deze periode. Jean-Paul Boetius die terugkeert. Hoe blij ben je daarmee? Ja, ik ben blij met Jean-Paul. En ik ben blij dat hij weer voor Feyenoord gaat spelen. En dat hij 2 jaar geleden is weggegaan. En nu 2 jaar later weer terugkomt. En hij krijgt het vertrouwen van mij, van de club, om zich te gaan ontwikkelen hier.